is het gekste dat een fan ook voor je gedaan heeft? En wat is het gekste dat jij ooit hebt gedaan? Nou Daan, ik vind een vraag sturen naar RTL Live toch wel echt wel een beetje gek. En dat ik hem hier ook gewoon zit te beantwoorden, is eigenlijk vrij bizar. Oh ja, en een meisje heeft ooit een lama tatoeage genomen. Maar misschien vind ik dit eigenlijk nog wel gek hoor. Nou, dat is. Lydia de Lange, hoe ga jij kerst vieren? Thuis bij de boom met de familie. En nog een keertje bij mijn broer. Ook allemaal familie. Gewoon familie. Gewoon gezellig. En waarschijnlijk heel veel eten. En ook wat drinken. Misschien ook veel, maar niet heel veel. Je moet toch altijd een beetje gedragen tijdens kerst. Dus dat. En bij deze, Lydia, jij ook een fijne kerst. Dan hebben we een vraag van Margreet Lauwers. Waar ligt nu eigenlijk je voorkeur? In het theater of bij televisie of als acteur? In het theater of bij televisie of als acteur? Nou, alles wat ik doe, behalve dan dit nu, is eigenlijk wel acteren. Ook het improviseren. En is ook gewoon acteren natuurlijk. Alleen verzin je zelf het script. En dat is heel leuk. En ja, waar ligt mijn voorkeur? Kijk, het is juist zo lekker, hè, de afwisseling. Maar ik zou het theater, denk ik, niet willen missen meer. Want het is toch wel heel fijn. Direct contact met het publiek. Die lach. Die kick. Maar goed, nu overdrijf ik. Nee, ik overdrijf niet. Dat is het. Dat zou ik niet willen missen. Theater misschien dus wel. Maar Sander Wessel. Was het jullie eigen idee om terug te komen met de lama's? Nou Sander, dat was het. Het was, wij hebben weer een keertje met elkaar op het podium gestaan. Toen stonden Tijl en ik 10 jaar lang onafgebroken in het theater. Dat vierden we door iedereen uit te nodigen met wie we op het podium hebben gestaan. En natuurlijk ook met de lama's. Dus daar sloten we de show mee af. En dat was zo leuk en zo gezellig weer. En ja, alsof er helemaal geen tijd was verstreken. Dus toen dachten we, ja, dit moeten we gewoon weer gaan doen. En zo geschieden. Zie je in de Ziggo.